Een ballonnetje dat danst in de wind, aan een draadje naar de zon. Er gaat zo'n lekker dikke rode mooie luchtballon. Een ballon, een ballon. Nou, wat wij hier gaan doen vanmiddag, de Beautiful Ballooning is een stichting die ballonvaarten organiseert voor ernstig zieke en chronisch zieke kinderen. En vanmiddag hebben we hier een flink aantal kinderen uitgenodigd. En zij gaan vanmiddag vanuit het Heraclesstadion hier in Almelo een ballonvaart maken. Er gaan hier zometeen 3 ballonnen omhoog. En daarin zitten 7 zieke kinderen en zij mogen allemaal een begeleider meenemen. Ja, het is voor iedereen natuurlijk altijd reuze spannend, hè? Want je ziet al die kindertjes die lopen met gespannen gezichtjes hier rond. En dadelijk dan gaan we ze eventjes officieel welkom heten en gaan de ballonnen het veld op. Gaan we ze allemaal optuigen, de ballonnen, en dan gaan we opstijgen. Wat verwacht je daarvan? Dat het heel mooi wordt. Heb je wel eens eerder in de ballon gezeten? Nee, nog nooit. Ze zijn al druk bezig, dus ik hoop dat je veel plezier hebt daarboven. Ja, dat hoop ik ook. En dat je weer naar beneden komt natuurlijk. Ja. Vandaag was alweer de 6e editie van de Koningsspelen. Vanwege het extreme warme weer, maar liefst 27 graden, werd er om het half uur een drinkpauze ingelast van 20 minuten.
Dat is op zich wel mooi. Ja, ik ben wel. En ik was heel erg benieuwd wat ze ervan zou maken, omdat je foto die je had opgestuurd was compleet iets anders. En je had het over folie. Dus ik dacht, er zal de toren wel beplakt worden met folie. Toen ik s'avonds terugkwam, wat is ermee gebeurd? Ik zou me eerst inderdaad even voorstellen, want ik heb de kunstacademie gedaan in Arnhem. En ik ben omgevingskunstenaar. En dat wil zeggen dat ik werk maak vanuit een locatie. Ik reageer op een locatie of ik doe een ingreep. En in dit geval dacht ik, ja, ik kan iets in het torentje gaan maken. Maar eigenlijk zie ik het torentje meer als een kunstwerk op zich. Ja, in ieder geval mijn ingreep erin. Dus het torentje in het geheel, zeg maar. Dus op het plein. Dus ik heb het ook het rode spot van Almelo genoemd. Omdat het echt spot van plaats is. En ik ben de omgeving gaan onderzoeken en ik dacht eigenlijk zijn er een heleboel strakke gebouwen hier. En het torentje staat als het ware ingebouwd. En ik dacht daar moet iets tegenover staan. Dus ik dacht sowieso tegenover dit grote blauwe gebouw contrastkleur rood. Maar ook tegenover het strakke iets organisch. En dat is eigenlijk een rode draad wat altijd in mijn werk zich afspeelt. Ja, u zit ook nog veel rood inderdaad. Dat is toevallig, valt het samen. Maar ook rode spot, omdat het 's avonds is het ook nog echt... Ja, het is wel weer een totaal ander beeld als overdag. Omdat er dan ook weer rood licht achter zit. En dan knalt het er echt helemaal uit. En daarom ook de vergelijking... Ja, spot. Zowel spot als plaats, als spot als licht. In 2013 heb ik vrije kunst gedaan aan Artes. En zijn er in de tussentijd nog wat nog speciale dingen gebeurd? Zeker. Ik heb wel regelmatig tentoonstellingen. Wel eens wel regelmatig dat ik een werk maak op een locatie. Eigenlijk het hoogtepunt uit mijn carrière nu is toch wel een beeld dat ik in samenwerking met Rosa Heldorfer heb gemaakt. Een medekunstenares. En dat is een permanent werk wat op Texel staat. Het heet Tijdlijnen in het landschap. Het is een aluminium beeld met lijnen die zich door het landschap heen bewegen. Nou, daar ben ik hartstikke trots op. We hebben een hele grote loods en daar hebben we heel veel boten in liggen. We hebben vrij veel boten. We hebben 150 leden. Die leden variëren van 10 jaar tot 84. Dus het is echt een sport die door iedereen bedreven kan worden. Je kunt het recreatief doen voor je lol. En je kunt natuurlijk ook echt wedstrijden gaan roeien en dan ben je heel competitief bezig. Veel leden, een grote vloot. We kunnen altijd nieuwe leden gebruiken, die zijn van harte welkom. En de meeste mensen roeien door in het weekend, zaterdags, zondags. Maar er zijn ook mensen die door de week met elkaar afspreken. En dan de ploegjes van 4 of 5 of alleen op die manier van de boten gebruiken. Ja, dat is het aardige. Mensen denken altijd dat roeien heel duur is. Maar als je kijkt naar wat een sportschool kost, dan zeg ik altijd roeien is goedkoper. Wij betalen de gewone leden betalen €240 per jaar. En dan mag je onbeperkt gebruik maken van de boten. Dus je mag roeien wanneer je wil. En je kunt dan ook hier binnenlopen met elkaar en gewoon gaan roeien 1,5 uur. En die €240, ja, dat is dus op zichzelf een heel bescheiden bedrag. Als je lang op zo'n bankje moet zitten, ja, kan dat wel eens erg hard zijn. Oh ja. Vandaar dat we dit soort doen. Ja, en ik ben helemaal... Het is wel een makkelijke boot, hoor. Ja. Om in te roeien. Maar geef niet. De roeiergometer gebruiken we dus ook veel bij beginnende roeiers om de techniek aan te leren. Om goed vanuit de benen, dan de rug en dan de armen de roeihaal te maken. De benen zijn de sterkste schakel in het lichaam en daar moet dus het vermogen wegkomen. En in feite de rug en de armen worden gebruikt om de versnelling aan de roeihaal te geven. En ook de boot daardoor te versnellen. De scharrelkids van het IVN waren zondag op bezoek bij stadsboerderij Erven van Marlen aan de Mooie Vrouwenweg. Het was het weekend van de nationale bijentelling, maar behalve bijen zagen ze nog veel meer. We hebben hier een boerderij en we hebben hier heel veel dieren. Ga ik eerst even vragen, hebben jullie al dieren gezien? Ja!
Ja, ik heb varkens en geiten. Varkens heb ik gezien. Geef een antwoord. Ja, dat zijn schapen. Geen geiten. Die geschoren zijn. Dus ze lijken op geiten, maar ze zijn schapen. Volgens mij heb je ze nu dat varkens. Ja, zeven zijn er allemaal in. Ik kan zeggen dat het ergens een beetje poep ligt natuurlijk, maar schapen poepen en dat weet je wel. Ja, ik heb een mooie jongen. Ik ben 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 een mooie jongen. Voerbakje, dan geven ze een beetje voer, dan gaan ze eten en dan aan deze kant dan kun je ze melken. Dan heb je een melkmachine voor daar, zie je dat? Gaan we moeten we wachten totdat het ontputting blijft? We hebben hier lammetjes gezien en geuit en we hebben geleerd hoe je kaas maakt en we gaan straks nog naar de bijen. Na de kaasmakerij, de kippen. Ja. En? En? Koeien. En koeien, ja. Waar koeien? Ja. Oh, daar. Ja. En dan de bijen. Ja. Dat gaan we nu doen, want als je dan de kaas overmaakt, dat vinden ze meestal niet zo leuk. Dan denken ze, hey, welke olifant zit daar in mijn porseleinkast? En dan nog een lekker glaasje welverdiende limonade. Hendrikje Koersen, het pseudoniem voor Annie Smit, is een Almeloze dichter. Het gedicht Klein Museum is op initiatief van het Wevershuisje tot stand gekomen en sluit mooi aan bij deze locatie aan de Kerkengang. Naast me woont een klein museum. In de stad en toch zo achteraf gaan bezoekers door de tuin. Luid klinken stemmen in de lichte lucht. Ze bedekken oude tegels. Een vlinder vlucht voor zoveel liefde. Naast me woont een klein museum. Stemmen klinken in de lichte lucht. Geweldige muziekshow met 10 muziekkorpsen van wereldniveau. Dit keer al voor de 5e maal in het Polmanstadion in Almelo. Korpsen die al meerdere malen prijzen hebben gewonnen op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade zijn te gast in Almelo. En niet met alleen maar fanfare muziek, maar met veel meer. Topniveau. Zet de tap toe in uw agenda. U mag dit absoluut niet missen. Een geweldige show, prachtige korpsen en uiteindelijk een bijdrage aan een geweldig goed doel. Kans voor een kind waarbij kinderen geholpen kunnen gaan worden. Dus kom naar het Polmanstadion op 16 juni voor de tap toe Almelo.
shadows enchanted for quite a while. Now I'm ready to be complete. Slowly, all my fear is fading. When I think of losing what took over me, slowly, I embrace the moment. When I reconsider who we truly are, show me what it's like to feel me. Show me what it's like to feel me.
Ik ben geboren en getogen in Rotterdam en dit beeld van Zadkine, dat hoort echt bij mijn jeugd. Die bronzen reus met de armen opgeheven, die man zonder hart die de verwoesting van de binnenstad symboliseert. Ik vond het als klein meisje een even indrukwekkend als angstaanjagend beeld. Wist je dat het Duitse bombardement op 14 mei 1940 maar een kwartier duurde? 15 minuten maar om honderden Rotterdammers te doden en de stad in puin te leggen. Op 4 mei om 8 uur denk ik ook aan de slachtoffers. En ik realiseer me hoeveel geluk ik heb dat ik in vrijheid mag leven zonder oorlog. Daarom ben ik op 4 mei 2 minuten stil. Jij toch ook?